Vogelvlieg is dat moeilijker omdat je zowel grote haakjes hebt, de vierkant, als kleine haakjes. Als je dat hebt als opgave, begin altijd eerst met die kleine haakjes weg te rekenen. Dat wil zeggen, eerste haakje hier, daar staat niks voor, dus wat wordt dat als we dat gaan invullen? 6 plus 2 min 6. Die min laat ik staan, dat is groot haakje laat ik staan. Ik ga verder, 5 plus 3. En we gaan het kleine haakje hier wegrekenen. Dus tegenstel van min 9 is plus 9. En het tegenstel van plus 7 is min 7. Dat is stap 1, de kleine ronde haakjes zijn weg. Stap 2, we gaan nu de grote haakjes wegrekenen. Net hetzelfde, kijk wat staat ervoor, een min. Dus ik ga het tegenstel nemen van alles wat hier staat. Dan krijg je 6 plus 2 min 6. Let op, vergeet dat niet over te schrijven. Dan tegenstel van 5 min 5. Tegenstel van plus 3 min 3. Tegenstel van plus 9 min 9. En het tegenstel van min 7 plus 7. Eens je daar bent, ga je weer kijken of je iets gaat schrappen. We hebben 6 en min 6 kunnen wegdoen. En dan gaan we uitrekenen. De positieve getallen bij elkaar. 2 en 7 samen 9. We hebben de negatieve getallen 5, 3 en 9. Als je die bij elkaar telt, heb je 17. Reken dat uit. 9 min 17 is min 8. Oefening 33 hebben wij niet letterlijk gezien in de klas, maar ik ga het toch kort heel eventjes toepassen. Schrijf zonder haakjes, haakjes wegrekenen, dat kunnen jullie. Net hetzelfde als in de vorige oefening. Enkel dat handig uitrekenen waar nodig is een beetje nieuw. Ik overloop het toch eventjes. Zie dit als fruitjes. 2 appels plus 2 bananen plus 3 appels plus een citroen. Je kan hier enkel maar de appels bij elkaar gaan rekenen. 2 appels plus 3 appels is 5 appels. 2 bananen daarbij doen en een citroen erbij. Verder kan je hier niet uitrekenen. We gaan de gelijksoortige termen uitrekenen. Wat wil dat zeggen? De termen met dezelfde lettertjes. En denk fruit. De appels bij de appels, de bananen bij de bananen, de citroenen bij de citroenen. Je kan niet zeggen, ik doe 2 appels plus 3 bananen, want dat kan je niet uitrekenen. Dat is onmogelijk. Volgende oefening, dezelfde stapjes. We gaan eerst de haakjes wegdoen. Min a, min 2b, plus 3a. Plus a, min 2b, plus 2b. De haakjes zijn weggerekend. Volgende stap, we gaan kijken, kan ik ergens tegengestelde schrappen? Ja, dat gaat. Min een appel plus een appel, kan je schrappen. Min 2 bananen plus 2 bananen, kan je schrappen. En dan ga je kijken wat er overblijft. Er blijft over 3 appels, min 2 bananen. Nogmaals, 3 appels min 2 bananen, dat kan je onmogelijk uitrekenen, dus dit is je uitkomst. Hetzelfde voor de oefening.